Het aansteken van de traditionele vreugdevuren op het Scheveningse strand eindigde tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 met een vliegvuur over de boulevard en aangrenzende bebouwing. Het vliegvuur, afkomstig van de meer dan 45 meter hoge vuurstapel van Scheveningen dorp, zorgde voor tientallen branden. En onrust bij veel inwoners en bezoekers. Uiteindelijk bleven de gevolgen beperkt tot enkele lichtgewonden en forse materiële schade. De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar het ontstaan van het vliegvuur en naar de organisatie van de vreugdevuren in Den Haag. De jaarwisseling in Den Haag kent een onrustige geschiedenis. Kort na de oorlog ontstond de traditie om de jaarwisseling te vieren met vreugdevuren in de stad. Door de jaren heen ging dit steeds vaker gepaard met geweld, vandalisme en brandstichting. Met een nieuwe aanpak werden de vreugdevuren vanaf de jaren 80 gedoogd en gefaciliteerd door de gemeente Den Haag, om zo meer grip te krijgen op de risico's. Inmiddels is het aantal teruggebracht tot vier. Twee kleine vreugdevuren in de stad en twee grote op het strand. Op het strand vindt in de laatste week van het jaar een felle strijd plaats tussen Scheveningen dorp en Duindorp om de grootste vuurstapel. De vreugdevuren zijn uitgegroeid tot een evenement met vele duizenden toeschouwers. Tijdens de jaarwisseling van 2018-2019 zagen zij hoe het vreugdevuur van Scheveningen zorgde voor grote hoeveelheden vliegvuur. De intense brand en het vliegvuur ontstonden die nacht door een combinatie van factoren. Dit waren de hoogte van de vuurstapel, de piramidevorm, het volume, de aanwezigheid van vaten diesel en de snelle ontbranding van het hout. Aan de onderkant van de stapel bevonden zich bovendien losliggende pellets. Nadat een vat brandende diesel van de stapel viel, ontbrandde ook deze. Waarop de stapel niet langer als een kaars van boven naar beneden brandde, maar ook van onder naar boven. Hierdoor stond de stapel al gauw volledig in brand. Door de ontstaande thermiek en turbulentie van de intense brand werden grote en kleine stukken hout van de stapel losgerukt en met de stevige westelijke wind over Scheveningen verspreid. Er was geen vergunning voor de vreugdevuren. In 2016 is een convenant afgesloten door de gemeente en de bouwers van de vuurstapels. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de bouwmethode en de maximale hoogte van de stapels, de risico's rond hittestraling en het omvallen van de stapels en over verdere zaken zoals locatie, opbouw, materiaal en toezicht. Met vliegvuur werd echter geen rekening gehouden. Ook nadat er tijdens de jaarwisseling van 2017-2018 vliegvuur over de boulevard trok, werd het convenant hierop niet geactualiseerd en lieten de gemeente en hulpdiensten het risico op vliegvuur niet nader onderzoeken. Met de bouwers zijn, los van het convenant, wel aanvullende en soms afwijkende afspraken gemaakt over andere zaken, zoals de bouwlocaties en de omvang van de stapels. Maar deze zijn nooit duidelijk vastgelegd. Daarbij was ook onduidelijk of iemand daadwerkelijk zeggenschap had over de bouwers op het strand. De gemaakte afspraken werden vaak niet nageleefd. Zo is in 2018 met vuurstapels van ruim 45 meter hoog het overeengekomen maximum van 35 meter door de bouwers flink overschreden. Dit geldt ook voor het volume van de stapels, die 1500 tot 2000 kubieke meter groter waren dan de afgesproken 10.000 kubieke meter. Ook het gebruik van vaten diesel en andere brandversnellende middelen was tegen de afspraken. De gemeente was op de hoogte van de overtredingen, maar heeft daar niet tegen opgetreden. Hiertoe waren verschillende mogelijkheden. Deze zijn echter niet benut. Een evenement met vreugdevuren brengt grote risico's met zich mee. Zowel de bouwers als de gemeente hebben hierbij een verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. De burgemeester blijft eindverantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De vreugdevuren zijn uitgegroeid tot een grootschalig publieksevenement. Dit vergt een fundamenteel andere benadering. De Raad doet daarom de volgende aanbevelingen. Aan de burgemeester van Den Haag. Beschouw de vreugdevuren als een risicovol evenement en stel daarbij eisen ten aanzien van de veiligheid. Benut daarbij de bestaande vergunningsprocedure voor evenementen, ken de organisatoren en gebruik de kennis en ervaringen van eerdere jaarwisselingen. Aan de organisatoren van toekomstige vreugdevuren. Toon aan dat de organisatie in staat is. De veiligheidsrisico's voor bouwers, omwonenden en publiek te beheersen. Aan de hulpdiensten treedt op als deskundig en kritisch adviseur, gevraagd en ongevraagd.